Het is goed als je naar de woningmarkt kijkt om je te realiseren dat de koopwoningmarkt en de huurwoningmarkt niet los van elkaar staan, maar invloed op elkaar uitoefenen. Dat zie je bij de keuze van een bewoner. Die gaat kijken waar die het beste af is, waar die het goedkoopst af is. Dat zie je ook als je kijkt naar de belegger. Als een belegger merkt dat een woning veel meer waard is door hem te verkopen op de koopmarkt, dan zal hij die woning niet blijven verhuren. En dat is ook een van de redenen waarom we in Nederland zo weinig woningen hebben in de geliberaliseerde sector, in de middensegment. Omdat tot voor kort die woningen eigenlijk niet rendabel waren, want je kon ze veel beter verkopen aan de koopsector. Op dit moment wordt er alleen nog geld verdiend door partijen die nu instappen nadat er door andere partijen heel zwaar is afgeboekt. Dus er zijn private partijen, private equity fondsen, met name uit Engeland, waar het geld echt nog tegen de plinten klotst. En die investeren en die komen naar Nederland. Alleen die pakken de echte pijnprojecten op die een derde tot een kwart minder waard zijn dan dat ze waren. Die kunnen nu geld verdienen, want die hebben potentieel. Je ziet dat er nog steeds mogelijkheden zijn om geld te verdienen, alleen ja, wel op die manier. Alleen maar denken van, ik hedge de inflatie en ik zie wel op de lange termijn wat er gebeurt. Dat is gewoon een heel moeilijk businessmodel. Uiteindelijk zal het wel weer ontstaan, maar op dit moment is dat heel erg moeilijk. Nederland is een stukje van Europa, dus we zijn heel belangrijk, maar in verhouding tot de rest van Europa zijn we maar een klein stukje. En als je private investeerders hebt die je graag op de Nederlandse huurmarkt wil hebben, dan heb je een gesprek, wat maakt dat je in Nederland gaat investeren of niet in Nederland gaat investeren. Nou, dan blijkt dat er in Duitsland op dit moment veel interessanter is om te investeren als grote investeerder. Dat heeft alles te maken met het rendement wat je kan krijgen. En het heeft ook een beetje te maken met de verhuurderheffing die in het Nederlandse bestel komt. Maar uiteindelijk is het heel interessant om in Nederland te gaan investeren, zeggen wij tegen die investeerders. Want we gaan de hypotheekrenteaftrek strakker maken. Geleidelijk aan gaat dat terug naar de bedoeling die er ooit was. Dat je namelijk een lening sluit voor de woning die je wil hebben. Niet om ergens te sparen of om geld te verdienen. En we gaan de huren verhogen. Nou, en dat maakt het voor private investeerders in de verhuurmarkt heel interessant. Dus wat mij betreft is het een kwestie van tijd dat Nederland een interessant gebied wordt voor grote investeerders.